Count on Coin. Yo mensen van Bayontown en welkom terug bij een nieuwe review op Bayontown vanuit Keulen. We staan hier naast Yvof. Ik heb het net gespeeld samen met Ilko. We hebben een kleine presentatie gehad. En ja, ik heb inderdaad een mobiel voor mijn mond omdat mijn mic kapot gegaan is samen met mijn lens. Ik heb dus Yvof 20 minuten mogen spelen, ongeveer 30 minuten. We deden twee potjes waarin ik eerst, het is sowieso, je speelt met vier hunters tegen één monster. Ik speelde eerst een hunter en vervolgens speelde ik het monster. Best leuk, weet je gelijk hoe alle twee de dingen werken. Je hebt vier classes bij de hunters. Je hebt assault, je hebt een trapper. Ik ben eigenlijk de andere twee vergeten. In ieder geval, je hebt dus vier classes en elke class die heeft een, je kan op eigen manier kan je het spelen. Het is in ieder geval belangrijk dat je samen speelt, want elke klas heeft bepaalde dingen die jij nodig hebt om dat monster te verslaan. Het monster, dat begint eigenlijk heel slap. Je bent eigenlijk niks. Je moet eigenlijk zorgen dat je zo snel mogelijk wegrent. Je krijgt 20 seconden, krijg je een soort van voorsprong. En je moet zo snel mogelijk eigenlijk dieren gaan doodmaken die gaan opeten en uiteindelijk dus naar stage 2 evolven. Op het moment dat je in stage 2 zit, heb je nog één stage te gaan en in stage 3 ben je de badass van het hele motherfucking spel. Dan maak je mensen ook gewoon in één keer dood. Het enige probleem is, je speelt tegen vier mensen. Dus op het moment dat jij één iemand doodmaakt, komen de andere met drie mensen gezellig om die ene weer te revive. DB Sinclair and J Party here, jumping right into the action in our new map, Distillery. All right, folks, and we are looking at a game well underway here. We are following a stage 2 Kraken as he gets the final tasty meats he needs to get to this final level, stage 3. And boy, does he need it, DB Sinclair. That health bar at the top of your screen looking real low. Very low health, J Party, but full armor allows him to get away. Here are the hunters focusing on some local wildlife. This map, no different from the others we've shown before. The local wildlife could take you out just as easily as a monster. Yeah, so important to be delicate around this environment here. You never know when you'll get caught out. And there we go, this monster getting that evolve. He's gonna make it to stage 3. In that cocoon now, selecting his final abilities. This is so important for him to select good abilities. The final encounter will be happening soon. And here come the hunters led by Hank on support. You're seeing a lot of the verticality of this map here. Also to note, here on the distillery, snowstorms will occasionally come in. That can wreak havoc for hunters and monsters alike. Het is belangrijk dat je een beetje tactisch speelt. Je moet eerst even gewoon zorgen dat je gewoon een beetje sterk bent en dat je een beetje wat monsters doodgemaakt hebt, want het is een onwijs grote map met allemaal NPC's die jou perks kunnen geven en die jou kunnen helpen evolven. En als hunter is het gewoon belangrijk dat je ook beesten doodmaakt om perks te krijgen, maar dat je ook vooral het beest gaat trekken. Je kan bijvoorbeeld de voetsporen zien en op het moment dat je hem bijvoorbeeld vindt, Ilke was diegene die dat bij mij deed, dan doe je een dome omhoog waardoor dat ding gewoon op een gegeven moment ingesloten is op een klein gebied waardoor je dat ding kan af gaan slachten. Tenminste, als je hem aan kan. Evolve komt uit in februari 2015. Het is helaas verschoven. Het is in ieder geval een game die je sowieso wil gaan spelen met je vrienden of tegen andere mensen. Het is fucking vet. Ik tril nog steeds een beetje. Het was echt een freaking exciting game. Ik zou zeggen, check het even uit en tot de volgende keer. Vergeet niet te liken, te abonneren en ik zeg, laters.